Ik ben ook vooral heel blij om iedereen te mogen verwelkomen. Uiteraard dient onze haven een economisch belang. Maar meer dan ooit is de leefbaarheid van de directe omgeving een belangrijk thema voor North Seaport. Daarom gaat het havenbedrijf regelmatig met omwonenden in gesprek. Je kunt afvragen, want je kunt daar ook geen maatregelen nemen om die trillingen te verminderen. Sint-Jean-Baptiste en de wijken hier. In dit geval tijdens een bijeenkomst met een bewonersgroep uit de Gentse kanaalzone. In kleine groepen worden verschillende onderwerpen besproken met diverse experts. En de vraag is, moeten we in deze regio heel veel hogere eisen stellen dan in andere? Ik vind het heel belangrijk om goed contact te houden met de bewoners, om te weten wat er leeft, om te weten als er zaken zijn waar ze problemen mee hebben. We willen onze haven uitbouwen, maar zeker niet ten koste van onze omgeving. Dat is zeer goed, omdat we dan heel vlug weten wat dat de krachtlijnen voor de komende jaren zijn. En dan kunnen we daar ook op inspelen en heel vlug zeggen, oh, daar gaan er problemen zijn en daar moet er voor de bewoners iets gebeuren. Er wordt hier zeker geluisterd. De vraag is ook, wordt wat wij zeggen voldoende overgemaakt aan de bedrijven en gaan die bedrijven daar ook rekening mee houden? Maar je kunt dat van die kleine groepen bewoners niet allemaal zelf vragen. Ze hebben nog restwarmte om half zeven te verwarmen. Ja. Dus voor half zeven hebben we warmte, de restwarmte die ze vandaag hebben. Ik vind het grote pluspunt dat inderdaad bepaalde thema's die leven bij de mensen, zijn er dus woon, werken en leefbaarheid in aangaande, dat het topics zijn en items die hier kunnen besproken worden. En laat ons hopen uiteindelijk door de bevoegdheden of de instanties die daar de beslissingen moeten nemen, ook rekening mee gehouden wordt om dat gezond evenwicht te blijven bewaren, dat alle mensen bij wijze van spreken in harmonie en in tevredenheid met elkaar kunnen samenwonen eigenlijk. North Seaport zal de komende jaren steeds vaker en op meer plekken in het havengebied met omwonenden in gesprek gaan.